DNA-voorzitter Marinus B. feliciteert namens het parlement de gemeenschap met de Dag van de Marons. Hoewel de viering van Marondag nog geen 20 jaar geleden veelal werd beschouwd als een onderonsje, ziet de DNA-voorzitter dat de feestelijkheden van deze markante dag nu een landelijk karakter kennen. B. zegt dat deze dag de omwenteling teweegbracht die Suriname tot de multiculturele smeltkroes heeft gemaakt. Op 10 oktober 1760 werd het verdrag getekend dat uiteindelijk zou resulteren in de definitieve afschaffing van de slavernij, bijna een eeuw later. Ons samenzijn in dit prachtig land werd volgens B. dus met de ondertekening van het zogeheten vredesverdrag op die datum bepaald. Het buitenlands beleid van Suriname is geïnspireerd door het doel om mondiale vrede, stabiliteit en welzijn voor iedereen te bereiken. En in geval van conflicten de oplossing door middel van dialoog en onderhandelingen erkend moeten worden. Suriname betreurt en veroordeelt de recente terroristische aanslagen door Hamas op burgers en civiele objecten in de staat Israël. Suriname gelooft dat tegenaanvallen het conflict en het verlies van onschuldige levens alleen maar kunnen verergeren. De regering betuigt haar medeleven aan allen die familie en dierbaren hebben verloren in dit diepgewortelde historische conflict. President Chandrika Pasatsantuki heeft gisteren Glunder Simeon beëdigd tot Graman der Alukus. Glunder Simeon heeft in het verleden diverse bijdragen geleverd in het dorp Kotika aan de Lawa-rivier. Deze bijdragen hebben een positieve impact op het welzijn van het volk, in het bijzonder de dorpelingen en de Maron-cultuur. De president wenst de Gramang veel succes toe bij de uitoefening van zijn ambt voor de Maron-cultuur en hij mag daarbij rekenen op de ondersteuning van de regering.